Een voetbal is meestal gemaakt van leer, rubber en stiksels. Niets bijzonders aan. Er zijn er miljoenen van te vinden in alle landen op aarde. Maar zodra hij op het veld is, is er niets belangrijker. Elke speler op het veld wil precies weten waar hij is. Iedereen op de tribune schreeuwt het uit van opwinding. Ze vergeten alles om zich heen. Allemaal vanwege deze bal. Als een speler de bal krijgt, zijn alle ogen daarop gericht. Voor hen is er op dat moment niets en niemand belangrijker. Het maakt niet uit hoeveel energie het kost of hoeveel pijn ze later mogen ervaren. Ze beschermen de bal zelfs met hun eigen lichaam. Er is maar één ding dat telt, om de bal te krijgen waar het hoort. Iets dat je misschien zal verbazen, is dat Jezus zo naar je kijkt. Jezus weet alles van je af. En hij accepteert je toch. En wil je beschermen en voor je zorgen. Jezus heeft zelfs zijn eigen leven voor één alles overheersend doel gegeven, zodat jij kunt zijn op de plaats van je bestemming. Thuis, met hem, waar je thuis hoort. Na een wedstrijd is afgelopen, verlaat iedereen het stadion. Maar Jezus blijft wachten, op jou. Jezus houdt van jou. Het is jouw keuze. Laat hem je thuis brengen.